stinkende bed. Thank God. Hello, good morning. Good morning. Hello, goedemorgen. Als het goed is, wordt de vloer vandaag gelegd. Boven op zolder. Mama. En ik moet nog editen. Mag ik weten wat reorganiseren is? Nou, reorganiseren, dat is eigenlijk even alles organiseren, alleen dan opnieuw. Dus even alles eruit halen. En dan kijken wat ik allemaal kan weggooien en dan alles goed neerzetten. Oké. Okay. Oh, wat erg. Robin! Waarom ligt ik hier? Ja, dat heb ik niet. Omdat ik het gisteren heb gevoeld, bijna helemaal op heb gegeven. Een beetje haast, want ik moet met Jola mee naar school en binnen voor disco kaartjes. Terwijl ze begonnen zijn met de vloer. Ben ik uit kantoor even de keuken in en ik ga nu beginnen aan de chaotische la. Dat kan ik natuurlijk ook allemaal weer gebruiken straks in de kraamperiode. Dus ik wil eigenlijk onze sportla, dit is onze sportla, die wil ik eigenlijk gaan veranderen in de babyla. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet gaan doen en wat ik dan weer allemaal hiermee moet. Maart 2015. Deze gaat echt niet weg. De babyla. En hier staat nu deels de sportla en tupperwares, dingen van de bullet en de afkleden en zo. Hey. We daar, Maxime is er weer. Oh, cool. Uitkomen. En dan kan ik zo in de ochtend, kan hij zo lekker doen. En dan kan ik zo rennen. En lekker samen babyspulletjes kijken. Kijk, nou, deze is ook heel zacht. Deze is echt heel zacht. Zo. Dus zeker. Ja. En waarom mijn vriendin is? Hallo. Mijn beste vriendin. Aller beste van de hele wereld. Ja. Ja, jullie kennen elkaar al sinds baby, hè? Baby. Ja, baby. Ha, die staat krijgt. Nog een baby. Ja. Maar waarom zijn Mees op een dinsdag dat ik normaal moet turnen? Ja. Ja. Zij zit namelijk ook op turnen. En zij mocht naar de selectie. Dus ze komt bij mij in de groep. Ja. Maar dus eerst zat ik in de, je weet wel, recreatie. Wel 3 dagen naar de selectie mocht uitproberen. Dus ik ga stinken. Ja. Niet alleen maar spelen en zo. Ja. Want anders komen we nooit bij elkaar in dat groepje. Stinkende best, zegt ze. Stinken. Ja, weet ik. Dat ik zelfs ga stinken als ik de best ben. Ja, ik doe altijd mijn stinkende best. Here we go! There we go. Ik kom net thuis. Meiden naar turnen gebracht en even boodschappen gedaan. En ze zijn weg. Dus ik mag nu de vloer zien. Super lekker zacht. Hoe moet ik even mijn schoenen uit? Ja, doe maar, dat voel je beter ook. En ja, misschien moeten we sowieso standaard onze schoenen uit. Dit is hoe jij mij helpt. 1, 2, ja, goed zo. Wow, dat is echt hoog.
Wow. Wow, het lijkt ineens een stuk kleiner. Ja, ja. Ja, dat wel, maar dat maakt niet uit. Als het bed erin staat, dan lijkt het niet. Is het klein. Heel klein. Oh, je wilt er gewoon op gaan liggen. God, finally. Ben je blij, schat? Ja, zo blij. Nu gaat het echte werk pas gebeuren. Echte werk pas beginnen, dat we lekker het hele huis leeg kunnen maken. Ja. Nou, vanaf nu wordt onze slaapkamer dus hier op zolder. Ik vind het contrast met het witte wel echt heel mooi. Ik ga nu even eten maken. Ik ga met vegetarische gehakt. En gewoon even zo'n simpel pakket. Volkorenpasta. Tomatensaus. Gewoon even lekker een grote pan vol maken. Zo, daar liggen we dan. Bart heeft gewoon de tv ook al helemaal hierboven gehangen. Als het om de tv gaat, is hij ineens wel snel. We hebben ook lentebloesem. Lentebloesem. Oh, lekker. Daar komt nog een ander. Een houten jaloezie. Nee, daar komen toch geen houten jaloezie? Oh, nee, niet. Daar komt gewoon een Felix-ding. Felix-ding. Zo'n verduisterend. Ik was net op de bank even stiekem de Valentijnskaart voor Bart aan het schrijven. Maar hij kwam alweer beneden. Dus hij had het door. Hij heeft hem niet gezien hoor. Dus ik heb hem nu even snel verstopt en. Morgenochtend ga ik met Jola een heel ontbijtje klaarzetten en neerzetten. En tompoes gehaald. Bedankt voor het kijken. Abonneer als je het nog niet bent. Ik ga lekker slapen in een nieuwe slaapkamer. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Zoals je ziet ben ik er ook aan toe. Want ik zie er niet meer uit. Good night.